You're kidding me. Yes, but no, but yes. Are you bullshitting us or not? Eerst boeken aan de slechte wilt verkopen, kunt u altijd even bellen met een de slechte winkel bij u in de buurt. Dat zijn een aantal reisboeken en een boek van Camera Obscura. U kunt uw boeken aanbieden bij onze inkopers op de tweedehands afdeling. Goedemiddag. Hallo. Onze ervaren inkopers vertellen u graag of ze de boeken kunnen gebruiken en welk bedrag ze ervoor kunnen bieden. Ik kan hier bij elkaar 65 euro voor geven. U dient wel 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit van een geldige legitimatie. Accepteert u het bod, dan krijgt u een inkoopbon. Deze inkoopbon verzilvert u aan de kassa. Zo makkelijk is het. Als ik zo terugkijk op die 16 jaar, 16,5 jaar... Dan komen er heel veel leuke dingen langs in die tijd. En ja, om zo iets eruit te pikken, spectaculaire dingen, dat is bijvoorbeeld een boek wat je inkoopt in een partij. En dan blijkt Albert Einstein daar een opdracht ingeschreven te hebben. Hij heeft het zelf gesigneerd, zijn vrouw heeft gesigneerd. Er zit nog een kaartje bij van de maatschappij waarmee ze van Amerika terug naar Hamburg voeren. En ja, zo'n boek, dat is dan... spectaculair, ook qua prijs, maar ook gewoon dat je denkt van ja, je weet zeer zeker dat hij dat dus in handen heeft gehad en cadeau heeft gedaan aan iemand. En dan krijg je een heel stukje geschiedenis uit die tijd, want je verdiept je daarin, je leest er wat over om het historisch te kunnen plaatsen. En ja, dat zijn hele leuke ontdekkingen. En zo hebben we ook een keer gehad dat twee dames kwamen een oud kinderboek aanbieden met nog wat andere boekjes erbij. En in dat kinderboek, dat lag helemaal uit elkaar, zaten wat losse velletjes, handschrift. En ja, dat wilden ze verkopen. En hun vader had altijd gezegd, ja, die blaadjes moet je in dat boek houden. En ik heb dat zo tijdens de inkoop bekeken en met die dames overlegd. Ik zeg, ja, het is eenzelfde soort verhaal als het kinderboek zelf. Maar het is niet zo snel te duiden. En wat vindt u zelf? En nou, we werden het eens over een prijs. En ik heb dat ingekocht en gekopieerd en thuis zitten lezen. En dan kom je er langzaam maar zeker achter dat... Het verhaal van de visser met zijn twee zoons die op een ijsschot zijn weggedreven en die over het hele IJsselmeer hebben gedobberd en waar uiteindelijk een boek over geschreven is. Dat je het originele verhaal hebt wat een van die zoons, toen hij net gered was, heeft verteld aan een pastoor van het dorpje waar ze binnenkwamen. En die pastoor die heeft dat keurig opgeschreven en dat originele handschriftje zat in dat boek. En als je dat allemaal heb nagegaan en heb ontdekt, dan wordt het opeens zoveel leuker omdat je echt een historisch documentje hebt. En als je dan ook nog ziet dat als je het meeneemt naar de beurs in de Passengers Terminal en dat uiteindelijk het Zeevaartmuseum in Enkhuizen het koopt, die al een eigen hoekje hebben over die meneer Bot met de botvissers en een groot schilderij en wat andere dingen. En daar hebben ze nu ook dat handschriftje. Ja, dan valt dat zo mooi op zijn plaats. Door wat speurwerk. En dat is erg leuk zoiets. Een boekhandelaar vertelde me dat hij een inkoper van de slechte had gespot. Wegsjouwend met twee plastic tassen vol bundels. Met trots kon ik op dat moment zeggen dat ik de eerste Nederlandse schrijver was die al op de ochtend van het verschijnen van zijn boek bij de slechte lag. Ik ga natuurlijk veel buiten de deur op inkoop.
Regelmatig, wekelijks ben je bij mensen over de vloer. En dat kan soms heel verschillend zijn. En ook daarin kom je soms hele gekke dingen tegen. Je komt bij bekende Nederlanders over de vloer. Nalatenschap van schrijvers, kunstenaars, mensen uit de top van het bedrijfsleven. En dan ben je met zo'n aan het praten en dan blijkt dat het een ex-directeur van Elsevier is. Of een man van Unilever of weet ik veel wat. En die soms de mooiste boeken in de kast hebben staan. En op het moment dat je erheen gaat, weet je het vaak niet eens. Maar ook hele verrassende dingen. Dat je een man aan de balie krijgt, weet ik nog, van een aantal jaren geleden. En die zei van, ja, ik heb boeken thuis staan. Nou, wat heeft u dan voor boeken en hoeveel ongeveer? Nou, het ging om meerdere kasten. Het ging om een hoop Engels gebonden. Nou, een beetje voorzichtig hielden we de boot af. Want ja, hardcovers Engels, dat gaat niet zo makkelijk. Hij had ook nog een kastje met filmboeken staan. Ik denk, ja, dat maakt al snel de boel rendabel. Dus afspraak gemaakt, ik erheen. Ik begin op de eerste etage met een kast met boeken. En er stond wat Nederlands in. En pocketjes en dingen. En op een gegeven moment heb ik een boek en denk, hey, er staat een opdracht aan Gerard van Dreven in. Ik denk, hey, die Gerard net in die andere pocket, was dat misschien dan ook Reven? Dus dan ga je terug in die kast. En uiteindelijk had ik twee zulke grote stapels met boeken met opdrachten aan Gerard van Dreven. En blijkt dat de man waar ik over de vloer was een heel vroege vriendje van hem zijn geweest uit de 50e jaren. En die zegt, ja, ik ga nu verhuizen, een deel doe ik weg. Kijk, een paar dingen hou ik zelf, mag je ook wel even zien. Maar dat zijn deze dingen met die opdracht. Maar de rest, dat mag allemaal gewoon verkocht. En dan kom je dus bij iemand binnen waar in instantie denkt van, nou ja, het is maar de vraag of de moeite waard is. En uiteindelijk ga je daar met prachtige dingen weg. En unieke dingen, hele leuke opdrachten. En dat zijn hele leuke verrassingen. Omgekeerd krijg je ook dat je een afspraak maakt met iemand. En pas geleden nog hier in Amsterdam geweest, Hartje Centrum. Nou, uiteindelijk kreeg ik van de andere mensen die er bezig waren om die woning op te ruimen, kreeg ik handschoentjes uitgereikt. En daarmee ben ik door de boeken heen gegaan. Zo vies was het er. Alles stond op de grond, stapels, schilderijen, vieze troep. De muis en de rat hadden er meer dan een jaar geleefd. En ongelooflijk smerig. Maar ook daar ga je uiteindelijk met stel boeken weg. Ja, die een paar honderd euro per boek zijn en die zeer de moeite waard zijn en die nog netjes en schoon zijn. Maar die moet je uit zo'n vuilnisbelt eruit vissen. Ja, ook dat soort dingen komen voor. En het slechtste geval is natuurlijk dat het en vies is en uiteindelijk niks is. Dat heb je soms ook. Schimmel in de boeken, hele vieze troep. Maar meestal is het erg leuk om op pad te gaan en dat soort ontdekkingen te doen.